De 45 genomineerden van de Gouden Glimlach 2011 zijn gekend. Maak kennis met deze 5 genomineerden. Welkom bij Kids Alle Chocoladebar. Wij maken voor iedereen wat wils op basis van 4 soorten chocolade. Wit melk, die zijn een beetje zoeter, bruin is tussenin en zwart is een bittere. Milkshakes, ijsjes, verse chocoladefondue met vers gesneden fruit. Tot warme chocolademelkjes voor in de winter en ijsjes voor in de zomer. Wij bestaan al meer dan 25 jaar. En onze bedoeling is toch een familiaal karakter in onze supermarkt te creëren. Wij kennen onze klanten dan ook eigenlijk al meer dan 20 jaar. Wij maken broodjes, we hebben brood, koffiekoeken. We leveren voornamelijk ook aan bedrijven. Het is dankzij de klanten dat wij terug een tweede maal meedoen aan de Gouden Glimlach. Vorig jaar hebben wij met trots de Zilveren Glimlach in ontvangst mogen nemen. We zijn Patrick en Greet van de krantwinkel op Linkerover. We waren heel blij met deze actie en we hopen nu echt dat we het nog kunnen doorstoten naar het einde toe. Dat onze klanten dus echt een beloning krijgen om op ons te stemmen. Ja, na 22 jaar dat wij hier de zaak doen, is dat wel iets plezant. Wij is op tv mogen komen en dat we genomineerd waren. En dat we als kleine zelfstandige ook wel eens in de belangstelling komen. Op 7 april komt u te weten wie de Gouden Glimlach 2011 wordt.